Goedemorgen, het is vandaag vrijdagochtend. Ik ben net uit bed zoals jullie zien. Gisteravond had Vivé gistermiddag eigenlijk al een wond. En die is gisteravond gaan ontsteken, dat hij opeens 39 graden koorts om 11 uur. Dus ja, toen hadden we toch maar de dierenarts gebeld. En ik ga nu even temperaturen en dan neem ik jullie mee. Barley wil ook naar buiten. Even kijken, oh, ze staat hooi te eten. De blauwe deken, goed teken. Kijk, ze heeft een verband op. Kijk. Kijk, aan de andere voet had ze ook een wondje, maar ik ga even tempen. Nou, ik ben even aan het tempen, ze blijft gelukkig goed staan. Belangrijk hè, dat je hem goed tegen de wand drukt. Als je hem niet tegen de wand drukt, dan zit je in een luchtbel en dan heb je altijd ondertemperatuur. Kijk, ik zie. Zie je, dit is heel netjes, perfect. Ze voelt zich ook gewoon goed, zie je, een beetje chagrijnig. Toppie. Nou, ik heb het verband eraf gehaald. Hij had een soort trekverband. Nou, zoals jullie zien is de viezigheid er goed uit. En er kan niet nat regenen en hij staat weer lekker te eten. Stoppie. Zo. Ik heb de kramer is binnen. Dus ik ga met jullie unboxen. Let niet op mij, ik ben nat geregend net. Het regent een beetje. Ik neem jullie mee. Nou, ik ga er even bij zitten. Als eerst doen ze genoeg aan plastic. De spray voor de manen. Dus ik ben benieuwd. En als eerst, als meestal als tweede natuurlijk, de mooie poetskist. Lekker groot. Ideaal. Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze rekjes nooit erin laat. Maar goed. Nu even wel. Dan hebben we een borstel. Hij is wel, ik dacht dat hij wat zachter zou zijn, maar hij is wel hard. Maar ik vind hem wel super leuk. Vind je het misschien leuk als ik de prijs even bij zeg? De poetskoffer was 35 euro. Deze borstel was 4,49. Dan hebben we nog een harde borstel. Ook super leuk. Deze was 4,99. Dit bakje natuurlijk. Gebruik ik eigenlijk ook nooit. Maar goed. En mijn favorite. De uberzachte borstel voor glans. Echt heerlijk. Jullie zouden het moeten voelen. Het is een soort schaap. Vlies eigenlijk. Die was 7 euro. Ja, deze vergeet ik nog. Voor de manen. Super lekker. Die is ook 4,99. Gaan we weer even verder kijken.
Ik vind wel eerlijk gezegd dat hij moeilijk dicht gaat. Maar goed, verder prima hoor. Maar ik ben benieuwd hoe lang die meegaat. Kijk, als je hem sluit, is die ook niet helemaal... Gaat hij niet helemaal gewoon lekker soepel dicht. Dat is jammer, maar goed. Dat maakt ook niet uit. En natuurlijk als laatste... De zweep. En die was 12 euro'tjes. Is wel mooi trouwens. Dit is de achterkant. En een lekkere lange. Zo kan ik goed voor vrij censuur om... ja. Oh, dit is wel heel leuk. Ik wist dit niet. Kijk. Heel leuk. Zie je het? Superleuk. Wat is er? Ik mag hem nog even bedanken. Ja? Gelukkig loopt hij al een stuk beter. Ja. Zodat ik iemand achter me die niet zo leuk vind. Kom eens. Hey. Heb ik niks voor, is er een jaloers? Hallo. Gaat weg. Kijk, dat vindt hij niks. Gaat niet, oh hij gaat daar. Goedemorgen, we zijn vandaag op de Alexander met de boerderij zijn we vandaag. En ja, we gaan straks De paarden voeren. Paarden voeren en zo. En strooien. Ja, hier zo, er staat er al. Dus we nemen jullie mee. Oké, is goed. Wat zijn we nu aan het doen bij de paarden, Abel? We zijn nu de paarden soort van aan het wegjagen. Ja, maar wat is de trekker aan het doen? Ja, die is, even hierheen praten. Nu is het hooi aan het bakken aan het doen. Ja. En we zijn aan het voeren. Ja, dat we zijn aan het doen. Eraf halen. Nou, eromheen doen. Ja. Ja, we gaan nu de netten eromheen doen. Zodat ze minder goed kunnen eten. Hoe zeg je dat? Minder snel. Ja. Ja. Wij zijn even een spel aan het voorbereiden. Heb ongeveer draaien. A. 60. B. 80. C. 100. Ik heb het van dat in het gezegd. Kom. Oh, kijk uit. Momentje. Hoeveel drinkt een koe per dag? Oh nee. A. 150 liter. B. 200 liter. C. 100 liter. Anna, heb het goed. 150 liter. Wat
Zo, ik had jullie nog de broek beloofd. En die is dus net binnengekomen. Kijk. Ik ben benieuwd. Hij is wel heel mooi om te zien, vind ik. Hier staat een dingetje op. Voor je, een zakje voor je telefoon. En goede grip. Dus ja. Ik vind hem wel echt, echt mooi. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei.